Yo, kijk voor Game met Max. Vandaag weer een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we weer in Mindtopia, mensen. Vandaag zijn we bij het DDG gebouw. Dat heeft helemaal niks mee te maken met wat we vandaag gaan doen. Vandaag gaan we iets speciaals doen. En ja, het gaat dus over de verkiezingen, zoals jullie aan de titel kunnen zien. Ja, er komen dus verkiezingen in Mindtopia. En ja, hier staat dus ook een bord met alle kandidaten. Nou, daar gaan we zo meteen bij kijken. Op vrijdag, dat is dus overmorgen en zaterdag. Ik zal de datum erbij pakken. Op vrijdag 14 juli en zaterdag 15 juli kan jij stemmen. Bij het Witte Huis heb ik vernomen, ik weet het niet zeker, maar we gaan in ieder geval zo meteen wel even heen lopen dat je de weg weet. Nou, stel je dus het DDG gebouw en als je hier een paar ja, van die banners hebt en dan kunnen jullie ook de weg weten naar het Witte Huis. Nou, hier heb je dus partijen van Vatje Gaming, Liberaal, Mindtopia, voor iedereen. Voor deze partij ga ik zelf ook stemmen. Heb je Groens Progressief, Mindtopia. Ja, deze heeft een beetje gestolen van Fatja allemaal. Want kijk, voor iedereen. En hier staat ook voor iedereen, alleen heeft wat meer tekst erbij geplakt. Nou ja, dat maakt niet uit. Bartman, VVV Mindtopia. Voor een sneller en sociale MT. Die heeft wel eens origineels bedacht. Curb, Wij Spelers. Die heeft één rondje met een banner. Ik weet niet waarom. Wij Spelers voor de Spelers. Ja, die heeft het ook een beetje hetzelfde als hun twee. Ik weet niet wie de eerder was, maar ja, dat maakt ook eigenlijk niks uit. Allemaal een beetje van elkaar gestolen. Nou, in ieder geval, ik support zelf de partij van Liberaal Mindtop van Vatje Gaming. Dus als ik jullie was, zou ik er ook op stemmen. Ik vind zelf dat het de beste partij is. Het gaat een beetje tussen Groans en tussen Vatje Gaming. Ik support dus Vatje Gaming. Dus als je nog niet weet op wie je moet stemmen, stem op Vatje Gaming. Laat ook achter als je op Vatje Gaming gaat stemmen. Dus zou ik super tof vinden als jullie dat ook gaan doen. Want ja, hoe meer stemmen, hoe groter de kans is dat ze gaan winnen. En hier hebben we Iwan Tichon. Die zit in het campagneteam. Wil je nog bij het campagneteam, dan moet je eventjes mij een DM sturen op Twitter. Met je Skype erbij. En ja, volg ook even Liberaal Mindtopia. Op Twitter. Dat staat allemaal in de beschrijving. Of ik plaats wel een reactie met... met de Twitter-link waar jij Liberaal Mindtopia kan volgen. En daar kan je alle standpunten vinden. Daarom vind ik ze ook zo goed. Ze hebben goede standpunten. Ik kan er wel een paar vertellen. Bijvoorbeeld, ja, kijk. Er komen bijvoorbeeld ja, nieuwe dingen aan. Liberaal Mindtopia wou dan iets met de belastingen gaan doen. De belastingen wou die dan gaan doen. Normaal moest je dan 100% belasting betalen. Maar Vatje had een heel goed plan. Als je nou, net als in het echt, kan je sponsoren. Dus er is bijvoorbeeld iets wat je kan sponsoren. Een voedselbank of zo. Dat je bijvoorbeeld 50.000 euro aan de voedselbank sponsort. En dat gaat dan van je belasting af, zo gezegd. Dan betaal je bijvoorbeeld ook 50k aan de belasting. En dan betaal je ook 50k aan de voedselbank. Zo'n systeempje, dat is in het echt ook sponsoren. En het werkt, ja, het levert ook weer mensen wat op van voedselbank. Zo, dit vond ik eigenlijk een van de beste ideeën. Nou, natuurlijk heeft hij nog veel meer. Ja, wat heeft hij nog meer? Meer werk natuurlijk, heeft hij ook wat voor. Hogere lonen natuurlijk, dat heeft hij ook. Dat is ook een van de belangrijke dingen. In ieder geval, ik weet niet alles, maar als jij dat wil zien, staat allemaal op zijn Twitter van Liberaal Mindtopia. Kan je alle standpunten vinden. Persoonlijk vond ik die van het sponsoren supergoed. En ja, voor iedereen wordt het beter. Dus jij niet alleen voor mij, ook voor level 1, zoals je kan zien. Voor iedereen wordt het beter. Dus daarom is het ook echt wat ik ga supporten. En ik help hem ook gewoon een beetje. Ik ben ook zijn partij gejoind, aangezien ik ja, wel wil dat hij gaat winnen. Dus stem gewoon allemaal Vatje mensen. Dat is gewoon het beste. En wat doet deze jongen hier? Hallo? Zit hij ook bij de El Pinkies? Bij de El Pinkies. Een beetje fanboy toen, hè? Ja, hij zit hier in de channel. Nou, in ieder geval. Ja, stem dus op Vatje Gaming. Vrijdag of zaterdag. Hoeft niet natuurlijk als je iemand anders beter vindt. Je kan ook op Curb stemmen. Of op Bartman. Of Groens, wie je wil, maar ik support Vatje Gaming. En als je dat ook wil doen, zou het super tof zijn. Laat natuurlijk achter als je dat ook gaat doen. En ik zal jullie de weg laten zien hoe jij naar het Witte Huis komt. Als het goed is, moet je daar stemmen. Ik weet het niet zeker. We zien Bachman ook online. Die is waarschijnlijk ook stemmend ronselen. In ieder geval, mensen, ja, als jij ons ook wil supporten, vertel het al je vrienden dat ze op Vatje moeten stemmen. Dat zou super tof zijn. Het is een beetje concurrentie tegen elkaar, harde concurrentie. Zoals je zag, ja, een beetje, ze stelen allemaal hun dingen aan elkaar. De ene heeft weer hetzelfde met een beetje andere tekst. De ene bedoelt weer hetzelfde met ook een beetje andere tekst. Het is allemaal een beetje van elkaar gestolen. Nou,
Mensen zeggen de ene is een crimineel. Nou, ik weet toevallig dat ze zo wat allemaal crimineeltjes waren vroeger. Dus ja, het is een beetje onzin om daarop te gaan oordelen. Dus ik heb zelf echt gewoon gekeken naar de beste standpunten. En dan gaan we hier links. Zo. En dan als het goed is komen bij de CIA uit. Nou ja, in ieder geval. Ik heb dus zelf gekeken naar de standpunten. En wie, oh, ze volgen mij ook gewoon, hè. Kijken met z'n ballonnen. Ja, dan moeten we hier tussen de huizen door. Je kan trouwens het beste via de portal van Cosmo komen. Nou, ik zal de coördinaten ook in beeld doen. Dan kunnen jullie ook zien waar je heen moet. Even kijken, hier was de CIA volgens mij. In ieder geval, ik ga dus ook stemmen. En het is zeker belangrijk dat je gaat stemmen. Het maakt niet uit op wie. Kijk, deze man is een held, jongens. Deze man is een held. Hij heeft zich gewoon Vote for Fatje Gaming genoemd. Ja, ja, ja. Dit zijn de echte, echte goede mensen. Vote for Fatje Gaming, precies. Held. Nou, waar is dit nou het Witte Huis? Ja, dit is het Witte Huis volgens mij. Volgens mij moet je hier gaan stemmen binnenkort, maar ik weet niet zeker. Kijk, hier hangen alweer de banners. Ze hangen overal in de steden. Ja, ik denk niet dat dit soort bordjes veel invloed hebben. Ja, ik kan je wel vertellen wat voor soort campagne mensen hebben gedaan. Curve heeft een beetje, ja. Die heb ik eigenlijk niet gezien. Bart die support met... Oh nee, Curve deed bloemetjes uitdelen. Bart deed banners uitdelen. Perry deed hats uitdelen. En Fatje deed ballonnen uitdelen. Dus ja, dat was een beetje de campagne. Fatje is de beste. Ja, ja, ja. Zeker Fatje is de beste. Dus stem allemaal op Fatje, jongens. Stem allemaal op Fatje. Nee. Zelf je eigen keuze. Maar support Fatje. Like deze video als je het leuk vindt. Ja, ik weet het is een beetje meer een video om uitleg hoe het gaat gebeuren. En over wie ik ga. Op wie ik ga stemmen. En ja, ik ben. Oh, je kan hier gewoon in. Wat? Ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. In ieder geval, het is gewoon een informatievideo over wie je gaat stemmen. En ja, jullie kunnen er natuurlijk mij volgen. Ik zou het tof vinden. Ik denk dat Fatje het ook heel tof zou vinden als jullie ook op hem zouden stemmen. We liggen namelijk een beetje achter op de peilingen. Ja, Perry staat om. Kroon staat om de eerste van Progressief Mindtopia. Ik denk eerlijk gezegd, want hij heeft Rapper Shorts video laten maken. Ik denk serieus dat hij daar heel veel stemmen door heeft gekregen. Dat iedereen het heel grappig vond. Ik vond het ook wel grappig, alleen een beetje onserieus als president. Maar ja, voor de rest vond ik het ook een grappige video. Maar ik denk dat hij daar heel veel stemmen mee heeft gewonnen. Dus moeten wij ook eigenlijk een comeback maken door ja, ook bijvoorbeeld video's te maken. Dat wij stemmen krijgen. Dus ja, het is meer een video, een beetje oproepje om te gaan stemmen. En ja, like en sub en stemmen Fatje. Ja, allemaal liken jongens, allemaal subben. Nou, wat we nog meer te vertellen hebben is, dus je kan dus stemmen op zaterdag, of vrijdag en zaterdag. En zondag is de uitslag. Dus zondag is de uitslag van de volledige verkiezingen. En dan kan jij weten wie de president is geworden. Ik hoop natuurlijk op Fatje. Jullie kunnen ons daarbij helpen, dus stem op Fatje. Ja, ik zat eerst twijfelen tussen Bartman en tussen Fatje. Maar ik heb ja, echt de punten goed bekeken en ik vond Fatje echt dan de beste. Als je echt niet op Fatje wil stemmen, zou ik op Bartman stemmen. Dat is mijn tweede keuze. Maar gewoon first keuze naar Fatje toe. Fatje Gaming heet hij trouwens. Ik noem hem altijd Fatje, maar Fatje Gaming is hij. En mensen, het is echt geen vriendjespolitiek, want ik was echt helemaal geen matties met de Fatje vroeger. Ik was zelfs wel een beetje vijanden met hem. Maar ja, kijk. Ik wil ook een goede president hebben en ik denk echt dat dit de beste is. Dus daarom heb ik eerst gekeken wie de vier presidentkandidaten werden en daar had ik mijn keuze gemaakt. Dus ik heb mijn keuze gemaakt uit de vier mensen die gekozen werden. En ja, ik was lang aan het twijfelen, maar uiteindelijk was Fatje toch de beste. Dus ja, stem allemaal. Mijn stem is een beetje cracky, holy shit mensen. Nou, stem allemaal. Kijk, ik was trouwens een aanslag tijdens het debat bij het Witte Huis. Morgen om donderdag komt er een debat in het Witte Huis waarschijnlijk weer. Dan kan jij luisteren naar standpunten. Dan kan je luisteren wie echt overtuigd is. En kijk hem daar, jongen, die inbreker, die gek. Heb jij een vol waterflesje voor me? Ja, heb jij een vol waterflesje? Alsjeblieft. Krijg ik een lege terug. Nou, goede handel. Goede handel. Nou, in ieder geval, ik denk dat dit de video dan weer was, mensen. Ik denk dat jullie genoeg geïnformeerd hebben. Dus ik heb jullie, denk hopelijk goed overtuigd dat jullie op Fatje moeten stemmen. Als je echte standpunten wil weten allemaal, ik kan het hier allemaal opnoemen. Het zijn er zoveel. Maar persoonlijk vond ik het van het sponsorsysteem vond ik hem best goed. Want dat is echt iets heel origineels. Dat is natuurlijk niet het enige wat hij gaat doen. Maar
Dus een specifiek iets wat de economie een beetje beter kan maken. Dus voedselbanken krijgen dan extra geld bijvoorbeeld. Level 1 hebben dan zonder werk meer eten. En ja, dat vond ik wel een goed ideetje. Natuurlijk, kan ik je ook vertellen, kan je daar ook een beetje mee smokkelen. Als bedrijfje kan je dan minder belasting betalen als je gewoon je eigen voedselbank opzet en zo. Dan kan je eigen geld erin smokkelen. Maar ja, dat heb ik weer bedacht. In ieder geval, dit was dan de video, mensen. Stem op Fatje allemaal overmorgen vrijdag en zaterdag. Stem op Fatje. Like als je ook op Fatje gaat stemmen. Laat achter als je ook op Fatje gaat stemmen. En dan bedank jullie voor het kijken, mensen. Tot de volgende keer. Doei!